Wij gaan ervan uit dat we een nieuwe start kunnen maken. Er is natuurlijk een hoop gebeurd in het eerste seizoen zelf met 0 overwinningen. Het hele proces vanaf december is eigenlijk wel gericht om nu een hele zuivere start te kunnen maken in die laatste wedstrijden die nog voor de boeg staan. En daar een overtuigende kopbal en een doelpunt van Janga. Rivarola met de hoekschop. Kan weer gekopt worden. Van Ginkel legt neer en Jordi Lopez ziet weer een bal van de lijn worden gehaald. Ja, voor de winter was hij dan misschien binnengevallen of tegen iemand aangeschoten en dan valt die bal in de goal. Ja, nu verdedigen wij uit en we blijven overeind. En dus boekt Willem II de eerste overwinning van dit seizoen. De eerste overwinning sinds 14 maart van het vorig jaar. 26 wedstrijden was Willem II zonder zegen. Ik denk dat vandaag een bevestiging is dat er zeker voor ons nog heel veel kansen liggen. Ga voor meer video's naar eredivisie.nl.